Ik heb van Luc een heel mooi stukje vlees gekregen. Ossehaas uit Italië. Daar ga ik mijn gerechtje mee maken. Ik maak vandaag brioche. Die gaan we rondom krokant bakken. Daar ga ik een mooie steak tartare bovenop leggen. En we gaan hem afwerken met caviar. Ik ga beginnen met de steak tartare. En daarvoor begin ik met de dressing. Een beetje mayo. En die meng ik met een beetje ketchup. Zo. Dan gaat daarbij een klein beetje mosterd. Voor de spice, niet een hele eetlepel hoor, maar gewoon een klein beetje. De basis van een steak tartare bestaat eigenlijk uit condimenten die gewoon heel handig zijn om altijd in huis te hebben. Dus mayo, mosterd, ketchup, daar gaat een beetje chili saus bij, subtiel. Dan Worcester sauce, wat mij betreft is dat een soort van umami druppels. Maakt alles lekkerder, zo ook deze dressing. Beetje rode wijnazijn, lekker fris en lekker zuur. Zo, meer dan genoeg. Zo, dan ga ik met het shallotje verder. Rustig aan als je hem puur gaat verwerken in je eten. Want met rauwe ui is het nou eenmaal zo, dat overheerst best wel erg. En dat proef je nog de hele dag terug als je dat rauw eet. Dus ik ga dat mooi fijn proberen te snijden. Zo, ik denk dat een halve wel genoeg is. Aangezien ik zo begin te tranen, is hij denk ik vrij heavy. En dan ga ik verder met de kappertjes. Ik hou van kappertjes. In een pasta saus, in een tonijnsalade. En dus ook hier voor de basis van de steak tartare. Kappertjes zijn ook zo lekker fris zuur. Dat gaat er dan tenslotte nog bij. En dan ga ik even nog alles doorroeren. Zo. Dit is een goeie. Mooie basis voor de steak tartare. Dan ga ik verder met het vlees. Oh, kijk. Mooi gemarmerd stukje vlees. Eerst in wat grotere plakken. En dan kan ik het zo meteen super mooi fijn hakken, als het ware. En dan smelt het echt in je mond. Daar heb ik nu al zin in. Je merkt het eigenlijk al als ik zo dit vlees aan het hakken ben, hoe makkelijk dat gaat. Dit is gewoon super mals, super zacht. Best wel een beetje vet ook wel. Maar dat is alleen maar heel erg lekker. En komt ten smaak ten goede. Maar dan weet je dat je mooi vlees in huis hebt, wat perfect is om ook rauw op te eten. Maar steak tartare is mooi fijn gehakt. Dan ga ik dit alvast op smaak brengen met een beetje peper en zout. Kijk. Dan ga ik daar die dressing doorheen lepelen. Lepel voor lepel een beetje doorheen roeren om te kijken van wanneer krijgt hij nou de mooiste substantie. Ik vind het dan belangrijk dat die dressing goed wordt opgenomen door het vlees. En dan kan ik eventueel nog wat van die dressing over de brioche straks heen smeren als dit geroosterd is. Maar anders dan wordt het te veel saus in verhouding met het vlees en dat wil je eigenlijk niet. Klaar. Dan kan ik verder met de brioche. Brioche is een heel erg lekker, luchtig en zoet brood. Vandaag ga ik dus brioche gebruiken op een hartige manier. Een redelijk dikke plak. Nog eentje, zo 3 centimeter of zo. En eigenlijk halveer ik deze plak dan nog een keertje. Zo. Dit is dan uiteindelijk het broodje waar zo meteen die steak tartare op komt. Ik ga dit dus eerst nog wel een klein beetje rondom aanbakken in boter. Boter in de pan doen. Zacht vuur. Anders dan verbrandt die boter meteen en dat willen we niet. Oh, dit wordt zo lekker. Kijk, het gaat er hartstikke goed. Wordt mooi goudbruin. Dat is precies wat ik wil. De broodjes, die zijn inmiddels klaar. Kijk, mooi. Rondom goudbruin gebakken. Dus dit is een heerlijk ondergrondje voor de steak tartare. Zo, dan ga ik mijn gerechtje afwerken. Ik heb een beetje van die dressing achtergehouden. En die smeer ik hier eerst bovenop. Zo weet ik zeker dat je bij ieder hapje in ieder geval ook genoeg van die smeuïge dressing proeft. En dan gaat hier bovenop een goede eetlepel van de steak tartare. Kijk, gewoon super. Mooi en feestelijk. Zo. Het ligt er goed op.
En dan eindigen we dit gerechtje heel fancy met het zwarte goud, de eitjes van de steur, caviar. Oh mijn god. Dan heb ik hier een speciaal caviar mesje bij gekregen. Kijk. Ja, dan ga ik toch eerst even dit gewoon plain proeven. Ik heb er ook een heel mooi lepeltje bij. Want zodra je caviar met een metalen lepeltje aanraakt, dan verandert de smaak direct. Dus dat moet altijd met een, ja, in dit geval een beetje zo'n parelmoerachtig lepeltje. Dit is heel erg lekker. Made in Belgium. Dus we hebben vandaag het zwarte goud uit België. En dat gaat hier bovenop. Hoe lekker ziet dit eruit? Zo, dan zijn we bijna klaar. Ik heb hier dus ook een klein beetje caviar zout. Sowieso is dit echt heel schattig, vind ik. Maar hier ga ik het gerechtje mee afmaken. Niet te veel hoor, heel subtiel. Zo, kijk. Nu al zin in.